Ik wil nog even herhalen dat het altijd zeer ongemakkelijk en zeer onaangenaam is voor een groep gebruikers van welke technologische functionaliteit of dienstverlening dan ook wanneer die stopt. Dus ik heb begrip voor het ongenoegen van deze gebruikers. Waar ik het wel moeilijk mee heb met het betoog van de oppositie is over de principeskwestie. Wij zitten hier nu 4 jaar samen en ik heb nog niemand horen een kick geven over het feit dat er op dit ogenblik een kabel of een online abonnement moet betaald worden in bepaalde gevallen om de VRT op een open platform te bekijken. En nu plots wordt dat ontdekt. Ik bedoel, dat kan, hè? Maar wat heeft u dan tegengehouden om de voorbije 4 jaar daarover een decretaal amendement voor te leggen? Dan hebben we daar tenminste op een andere manier een debat voor. En nu vind ik het erg ad hoc. Het maakt het voor mij niet geloofwaardig. Het spijt mij. Men mag altijd kritiek geven ten aanzien van onrechtstreeks mezelf als mediaminister en rechtstreeks ten aanzien van de VRT. Maar het komt toch een beetje laat allemaal. Ik wil u hoeden voor bepaalde stappen om aan een deel van kijkend Vlaanderen voor te wenden dat bepaalde dingen weer gratis zouden worden. U mag dat altijd zeggen, maar dan moet u ook mij de eerlijkheid hebben om te zeggen wie de rekening zal betalen. Ik zal u in alle eerlijkheid antwoorden. Ik ben verrast. Dat staat ook in mijn tekst. Als ik ooit had geweten dat de VRT zou overwegen om de WT af te sluiten, dan had ik dat ik reeds geschreven of afgedongen. Wacht even. Wacht, ja, ik wil het bekennen. Hè. Nee, maar weet u, in het verleden, als we de analoge antenne hebben dichtgedraaid, was er een DVB-T digitaal alternatief. Als we de FM morgen gaan dichtdraaien, is er een DAB+ alternatief. En nu gaan we DVB-T dichtdraaien en we hebben geen gelijkaardig, financieel even makkelijk toegankelijk alternatief. Dat is het verschil. En ik ben verrast. Ik wist het niet. En dat staat ook in geen enkele beleidstekst. Ik heb mij heel goed voorbereid op die vraag. En, dat kan je, en ik wil nog toegeven dat ik misschien niet slim genoeg ben om dat door te hebben. Maar ik ben gewoon verrast.